veel succes en als het nodig is, weet je me te vinden. Dag! Mijn naam is Wina Hordijk en ik werk bij het Luchthavenpastoraat. Ik ben luchthavenpastor. Het Luchthavenpastoraat bestaat sinds 1975. Ooit opgezet om mensen die op reis gaan even tot rust te laten komen. En nu in 2012 zijn wij met 3 luchthavenpastores. Wij werken hier, wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag oproepbaar. Om in allerlei crisissituaties mensen bij te staan. Veel mensen die niet zo gewend zijn aan reizen, die zijn al wat kwetsbaarder. Die zijn wat onzekerder. En mensen die onzeker zijn, die hebben vaak wat meer behoefte aan bevestiging, aan soms ook gewoon even een aardige iemand of een glimlach of een groet, dan in een gewone dagelijkse situatie. Als ik op een pier loop en ik zie allemaal lege stoelen en 1 iemand zit daar met haar rug naar iedereen toe. Dat is vaak iemand waar ik even naartoe loop. Gaat goed? Is er wat? En soms krijg je een verhaal. En vaak gaat het ook gewoon goed. Morning, miss. Hi. How are you? Fine. Yes. Where are you going to? I'm going to Newark. Maar ook 1 keer een meisje die pas 's avonds laat moest vliegen, maar 's middags al zat in de eenzaamheid. Omdat ze van plan was geweest om een paar weken te reizen met haar geliefde. Maar ja, in Amsterdam had hij de liefde opgezegd. Dus iets nogal gebroken ging zij weer terug naar huis. En ja, dan komen er zoveel tranen. En dan is het zo goed dat je daar dan toevallig, wat dus toevallig, in de buurt rondloopt. Dus dat work in the terminal is een belangrijk onderdeel van ons werk. Ja. Very good. I wish you a very, very good flight. Thank you. All the best. Thank you. And have a nice walk. Bye bye. Same to you. Bye bye. Wij zijn wars van evangeliseren. Dat is absoluut niet onze bedoeling. Dat zou niet kunnen, dat zou niet mogen. Zo werken we niet. We moeten hulp bieden waar dat nodig is. Dat is pastoraat. Tot ziens!